3 jaar is eraan gewerkt, de restauratie van de Sint-Stevenskerk. En nu is hij klaar. Bestuurslid van de stichting de Sint-Stevenskerk, Trude Ros, is al 23 jaar betrokken bij de Nijmeegse kerk. Nou, dit is het binnenwerk wat aangepakt is. Er zijn muurschilderingen aangepakt. Het metaal van de grafplaat is gerestaureerd en van de graftombe van Catharina van Bourbon. Verder is er binnen nog het herengestoelte, want er zat wat... Ja, ik zeg altijd boktoren, maar of het echt goed is, weet ik niet. Maar er zat een toren in, dat is bekeken. Maar het grote werk is buiten gedaan. Vooral het natuursteen, waar ja, de fijne detaillering van af viel door de weersgesteldheid. Hè, krimp en dan weer uitzetten en dan vorst erbij. Die mooie detailwerkjes aan het natuursteen, die vielen naar beneden. En daar klaagde, zo is het eigenlijk begonnen. Wij wisten dat wel, maar... Ja, als het vlak bij de kerk ligt, dan denk je van ja, jammer, 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 maar geen geld. Maar ja, het is het kenmerkende gebouw van de stad. Dus wij kunnen wel zeggen, we doen hier van alles binnen in de kerk, maar hij moet er ook aan de buitenkant goed uitzien. Het is geweldig gelukt. Ja, het is zo mooi. Ik kan u zo meteen een voorbeeld laten zien van iets waar ik zelf qua kerk heel trots op ben. Want het waren natuurlijk 2 eigenaren. De gemeente van de Toren en wij, de Stichting Stevenskerk van de Kerk, die dit samen aangepakt hebben. Als er niemand in de kerk is en als het dan 's morgens als de zon zo mooi door de ramen komt en dan eigenlijk het hele gebouw, de hele sfeer. Ja, dat vind ik eigenlijk het mooiste, ja. Er blijken toch nog oorspronkelijke delen in de kap te zitten uit de 13e, 14e eeuw. En dat is natuurlijk, al is het maar een klein stukje, is dat toch, ja, daar worden mensen helemaal lyrisch van. En dat kan ik me ook wel helemaal voorstellen. En ook in de gewelven waren hele bijzondere vormen van metselwerk, waaruit je dan weer van alles kunt afleiden, dat er nog muren hadden moeten komen, zo en zo en dit en dat. En dat, ja, dat is spannend. Met zo'n middeleeuws gebouw ben je nooit klaar. Dat is me goed ook. He, zolang er mensen komen, zal er altijd wat in de kerk gebeuren en ook altijd wat aan de kerk gebeuren. Ook buiten is er groot onderhoud gepleegd. De wimbergen die zijn vervangen en daar zit veel van, je kunt het daar ook wel zien, veel van dat gedetailleerde steenwerk aan. En dat was die waren dus heel slecht geworden, er zat bijna geen detail meer aan en die zijn vervangen. Wij moesten natuurlijk een eigen bijdrage leveren. Je krijgt subsidie, maar je moet ook altijd zelf geld meebrengen. En dat was mogelijk door de bijdrage die de Steveliers geleverd hebben. Dus ja, wij kunnen ze niet genoeg dankbaar zijn. En we hopen dat nog meer mensen Stevenier willen worden. Want ja, het blijft nodig bij zo'n groot gebouw. Het onderhoud, het is van de dag dat het klaar is, elke deskundige zegt het, begint het onderhoud. De kerk is dagelijks geopend voor bezoekers.